Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video en het is bijna Black Friday, want de Black Friday deals zijn bij ons van 25 tot 29 november. In de video vandaag doen we even lekker een vlog. We gaan even door de showroom heen. Er staan nog een aantal scooters klaar voor aflevering. Er komen veel nieuwe scooters binnen en we hebben ook de showroom een beetje aangepast. En we gaan jullie even wat meer vertellen alvast over die Black Friday deals. Want je kan je dus alvast inschrijven en daar zometeen meer informatie over. Maar we gaan gewoon even lekker een rondje doen. Ja, eigenlijk heel veel van deze scooters komen in de Black Friday deals. Kunnen jullie er nog niet alles over vertellen, want we moeten het een beetje spannend houden. Maar wat dacht je van deze Vespa Primavera Picnic? Net binnen, maar die gaat wel gewoon even lekker mee in de actie. Ja, we hebben best wel het assortiment aangepast. Misschien zijn jullie onlangs bij ons in de showroom geweest. Maar ons assortiment bestaat voornamelijk gewoon veel uit elektrisch. Daar leggen we momenteel de focus op. En dat betekent dat we eigenlijk veel showroom modellen van Vespa opruimen. Qua Vespa, we hebben natuurlijk een paar weken, tenminste een paar maanden geleden al een video gemaakt. Waar we een hele rij staan met customs die eigenlijk altijd standaard in onze winkel stonden. Gaan we volgend jaar allemaal vernieuwen. Er komen wat nieuwe varianten, maar dat betekent wel dat we wat opruiming deals gaan krijgen. In de zomer echt meer een fun product. We hebben ook best wel veel van deze choppers afgeleverd. Natuurlijk niet super hoogwaardige kwaliteit, maar wel gewoon echt een hoge fun factor. Hier hebben we ook nog een hele selectie van straks met de Black Friday deals. We verklappen al te veel eigenlijk. Maakt niet uit. Deze komen er ook in. Wat leuk. Vanaf volgend jaar hebben ze ook als 45 km uitvoering. We zien gewoon de stijging naar de 45 km uitvoering, omdat mensen niet 25 willen rijden met een helmpje op. Dus dan is de 45 een goede uitkomst. Dat is wel tof. De nieuwe Yamaha Neossen, die zijn ook binnen, elektrisch. Hebben we de demo's van binnen. In de Tucano Urbano video hebben we hem al een beetje laten zien. Zijn we een beetje mee aan het spelen. We zijn natuurlijk officieel dealer geworden van IVA en deze hebben jullie echt al heel veel online besteld op onze website. Zal die in de aanbieding gaan? Ik weet het niet. Uno, daar heb ik ook een video van gemaakt. Een iets exclusiever product. En dat kunnen we bijna wel, dat gaan we ook niet verklappen. We gaan het ook niet verklappen. We hebben nog zo'n ding met twee accu's. Super Soco. Veel modellen natuurlijk in onze showroom zijn natuurlijk demo modellen. Ben je nou al een keer wezen proefrijden bij ons? Laat het ook even weten in de reacties. Dat vinden wij wel leuk. Meest populaire model, ja, toch wel die CPX hoor. Uit te voeren met twee accu's. Heel gaaf. Maar er komt een concurrent aan van de Super Soco. Eentje met nog meer range. Deze heeft even uit mijn hoofd zo'n beetje maximaal 120, 130 kilometer. Ik moet daar ook nog een rijtestvideo van gaan maken. Alleen dan moet ik 130 kilometer gaan rijden. Daar zie ik heel eerlijk nog een beetje tegenop. Maar ik ga het echt doen voor jullie. Ik ga het echt doen. Ik beloof het jullie. Niu. Ja, Niu is een beetje ingehaald door Segway. Daar zijn we gewoon heel eerlijk in. Segway is momenteel gewoon qua prijsklasse liggen die gewoon wel wat beter. Dus wel zo zijn we nog steeds gewoon mega betrouwbaar. We hebben al, kijk even Menno aan, maar we hebben al klanten die 35.000 kilometer al met zijn ding gereden. Met de eerste accu, dus dat is wel tof. Tweedehands hebben we nog wat van Niu staan, we hebben nog wat kickscooters staan. Ja, natuurlijk de Segways. Heel erg populair. Laat ook even weten als jij geabonneerd bent en je hebt zo'n Segway bij ons gekocht. Of je er tevreden mee bent, krijg je heel veel positieve reacties. Sommige mensen hebben ook wat bugs gehad, wat foutmeldingjes, maar dat is op zich wel allemaal weer redelijk snel opgelost. Maar laat ik even weten wat jij ervan vindt. Hier hebben we nog wat afleveringen staan. We hebben momenteel heel veel afgeleverd en echt even wat ruimte gemaakt. Omdat er nog één hele grote batch met Segway binnenkomt die we nog dit jaar gaan uitleveren. We zijn echt flink aan het gas geven. En hier staat eigenlijk weer een selectie aan de lader die er weer uitgaat. Dus dat is wel heel erg leuk. Wat hebben we hier nog? Nou, we kunnen eigenlijk wel een beetje deze rij gaan pakken. Piaggio Zip. We hebben nog best wel wat edities van staan. Het zijn eigenlijk ook weer versies die standaard in onze winkel staan. Dat we altijd wel een beetje wat willen laten zien. Maar misschien gaat het in de aanbieding. En misschien ook niet. Ja, hoe kan je nou checken waar die aanbiedingen zijn? Je kan je alvast
inschrijven voor de Black Friday deals. Linkje plaatsen we even onder deze video. En wat er gebeurt is, je laat je e-mailadres achter. En zodra er meer bekend van de acties, krijg jij vooraf alvast een e-mail. En je krijgt een e-mail zodra de actie live is op onze website. Dus slim om je even in te schrijven. Best wel wat demo's hebben wij staan waar we ook video's mee gemaakt hebben. Misschien herken je deze nog uit de video, misschien herken je deze nog uit de video. Dat zijn eigenlijk nieuwe scooters met lage kilometerstanden. En dan ga ik het weer zeggen. Maar heel misschien komen er een aantal met een speciale deal tijdens de Black Friday. We hebben ook nog wat tweedehandsjes op de website staan. En volgens mij 4 van deze Orbits hebben we terug ingeruild. Die zijn ingeruild voor elektrisch. Dat is een zakelijke klant geweest. 1700 kilometer, 1255 kilometer. Ik zou vrijdag even afwachten als ik jou was. Als je interesse hebt. Dus is het wel leuk. We hebben nog een nieuwe standaard Vespa staan. Bewust nog niet opgebouwd. Omdat je natuurlijk verschillende versies op onze website kan bestellen. Dus check vrijdag. Gewoon vrijdag checken. Het is moeilijk om het allemaal geheim te houden voor jullie. Maar check vrijdag. Peugeot Kisby. Dit zijn ook 2 tweedehandsjes. Check vrijdag. En hier hebben we nog een rit staan. Maar daar zitten meer wat afleveringen bij. Wat een hele mooie tweedehands Django. Is wel leuk. Die werd standaard geleverd met een zwart zadel. De consument is bij ons geweest, die heeft hem gekocht. Maar die zei, joh, ik wil er een bruin zadel op. Het was wel even spannend of die binnen zou komen, want het was heel slecht leverbaar. Maar het resultaat mag er wel zijn. Het is wel heel erg gaaf geworden. Dus in ieder geval heel veel plezier alvast met de Django. Ja, dan hebben we eigenlijk het rondje door de showroom wel een beetje gehad. En beneden zijn we druk bezig, ook weer met wat edities voor te bereiden die straks op de site komen. Snorscooter helm. Even over de helmen. Helmplicht vanaf januari natuurlijk. Wij hebben er nog niet echt veel content over gemaakt, bewust. Omdat het elke keer vanuit de overheid werd uitgesteld. Dus wij hebben gezegd, joh, wij trekken onze handen er even vanaf totdat het echt definitief is. En het lijkt nu toch wel echt te gaan gebeuren. Simpel gezegd, op de bromscooter, dus de brommer, de gele plaat, daar is natuurlijk een helm verplicht. Ja, veel verkochte helmen is natuurlijk gewoon het potje. Nu hebben ze voor de snorscooter een apart reglement. Je moet straks een helm op de snorscooter op. Dat mag gewoon een bromscooterhelm zijn. Dus dat is deze klasse, dus een wat zwaardere helm. Maar er is een uitzondering gemaakt. Ja, het is eigenlijk de Speed Pedelec helm, laten we het zo zeggen. En dat is gewoon een lichtere helm. Daar zijn veel vragen over, van mag je deze helm dan ook dragen op een 45 kilometer uitvoering? Ja, dat is dus niet zo. Hij is echt dan alleen rechtsgeldig voor de 25 kilometer uitvoering. We hebben best veel voorraad al van deze helmen ingekocht. Je kan ze al online bestellen. Maar ik zou wachten tot vrijdag. Ik zou vrijdag even afwachten als ik jou was. Nogmaals, we linken het even in, maar schrijf je in voor die Black Friday deals. Want dan heb jij gewoon als een van de eerste die update. Wat er precies gaat gebeuren, welke producten er komen, wat voor kortingscodes er komen. Of we nog speciale cadeaus geven bij bestelling van nieuwe scooters. Dus schrijf je in en dan krijg je als eerste die update. Verder hebben wij nog een nieuwtje gezien op het RDW. Zodra dat ook definitief is, dus zodra wij definitief het bericht hebben van de RDW, zullen we daar ook een video van maken. Ik zag dat Joey Schader al, die had dat bericht al van de RDW gehaald en die heeft er al een video van gemaakt. Wij wachten vaak eventjes tot het echt helemaal definitief is, ook vanuit de overheid. Dat wil eigenlijk zeggen, is dat je straks je snorscooter, stel dat jij die helm niet op wil, dat je zegt, joh, dat 25 km per uur, dat vind ik niks met zo'n helmpje op. Dan keur ik hem liever om naar 45. Normaal gesproken moet je dan naar het RDW. Nou, er zijn maar een paar van die RDW-stations in Nederland en die hebben het gewoon ontzettend druk. Dus als je een afspraak maakt, dan ben je echt gewoon, nou, duurt het super lang voordat je in de beurt bent. Ze zijn er nu mee bezig dat scooterzaken, dus zoals wij, maar zo zijn er natuurlijk heel veel anderen nog in Nederland, dat je daar naartoe kan om die keuring te laten verzorgen. Dan moet die wel technisch helemaal in orde zijn. Dus hij mag niet opgevoerd zijn, je banden moeten goed zijn, je remmen, je verlichting en dat soort dingen. Maar dan kan je dus gewoon naar je plaatselijke dealer om die keuring te laten verzorgen. En dat is wel echt fijn hoor, want zo hou je ook gewoon nog waarde van je voertuig. We zagen een beetje stress in de markt, dat iedereen zijn 25 kilometer aan het opruimen was. Omdat ze dachten, ja, die wil straks niemand meer, die is niks meer waard.
Alleen die 45 kilometer uitvoeringen, die zijn gewoon heel erg in trek. Dus ons advies is, heb je nou een snor? Wacht even januari af. Want je kan hem straks dus gewoon heel makkelijk, als het allemaal 100% bevestigd wordt, kan je hem gewoon heel makkelijk naar de 45 kilometer uitvoering laten zetten. Ja, dat is gewoon top, want dan kan je gewoon weer lekker gebruik maken van je scooter. Dan moet je natuurlijk wel die helm op die 45, maar die gaat gewoon een stuk harder. Maar dan kan je er wel gewoon gebruik van maken. Dus niet verkopen, behouden, want die 45, de waarde van zo'n 45 is gewoon veel meer dan een 25. Dus verkoop hem niet aan de handelaar, want die gaat precies hetzelfde doen. Die gaat hem gewoon omkeuren naar de 45 en dan zie je hem voor veel meer geld in januari of in februari op marktplaats staan. En dat zou natuurlijk zonde zijn, dus dat is tip van de dag. Als special doen we vrijdag nog even een korte video, natuurlijk over die Black Friday. Nogmaals, schrijf je even in voor die aanbiedingen als je het leuk vindt. Heb je al een scooter? Schrijf je dan ook in voor die aanbiedingen, want we gaan ook wat leuks doen met onderdelen en accessoires. Dus misschien zit er wel wat leuks voor jou bij. Bedankt voor het kijken. Als je nog vragen hebt, laat het ons weten. En dan zien we elkaar natuurlijk vrijdag en volgende week maandag. We'll be right back.